Ja, het is vandaag 2 juli 2017 en ik ben hier op de Borgfietse Jaarmarkt. En ik sta te kijken naar de voorbereidingen voor het openingsschot. Het, laten we zeggen, oude kanon wordt in gereedheid gebracht door de schutterij. En een prominent iemand, en dat is in dit geval de wethouder van de Velde, die staat daar gereed om straks dat schot te gaan lossen. Iedereen mag zijn oren alvast een beetje dicht doen, want dat zal een daverende klap geven. Ja, er moet natuurlijk altijd heel wat gebeuren voordat je zo'n kanon ook daadwerkelijk schiet klaar hebt. Er zit geen gevaar bij. De mannen die dit doen, die hebben het al meer gedaan. Goedemorgen, dames en heren, jongens en meisjes. Okay. Hier de voordeur, niet voorgeliefd. Geachte aanwezigen. Deelnemers, Borgerij, Bergen op den Zoom en vooral onze nestor Jan Boutersen. Van alle namens alle, het bestuur, Gerard en Peter, van harte welkom. We danken wethouder Patrick van der Velde dat hij hier bij ons aanwezig is. Zoals je ziet, wethouder, is men volop bezig in het hart van Borgvliet. Na jaren sjouwen en douwen zijn we nu aan het bouwen. Met het hoofdkwartier als centraal ontmoetingspunt. Terug naar vandaag. De jaarmarkt staat vol met marktkamers. Ieder stukje stoep is bezet. Er staan terrassen bij Brouwer, het hoofdkwartier en ook bij de molen. Waar de molenaar de wieken laat draaien, zodat de bakker zijn brood kan bakken. Heel veel plaatsen zijn er gegeven. De opbrengst hiervan blijft in ons dorp. En we besteden als Sinterklaasfeest in Borgvliet voor de jongere jeugd. De ouderen, de zieken, krijgen hiervan een kerststukje. Vandaag ook heel veel muziek met onze orgelman Jules. Ook de Schapen en Bergbrouwsel. En we zijn natuurlijk heel erg blij dat de Harmonie Cecilia uit Alsteren, ja mensen, u hoort goed, uit Alsteren, deze opening muzikaal gaat opluisteren. Maar daarvoor hartstikke bedankt. En wij als organisatie wensen een hele fijne dag en een verblijf op ons dorp Borgvliet. Ik dank u. Met al, mag u vragen om dadelijk het openingskandel willen aankondigen. Het woord. Dank je wel, Wim, op deze wel regenachtige dag. Ik ben het niet gewend om hier in Borgvliet te komen en dat het wel regent, want normaal de laatste jaren hebben we altijd prachtig weer gehad. Maar ik ben net langs de voorkant het terrein op komen lopen en ik zie dat de mensen er toch gewoon allemaal lekker staan. Dus we hopen dat binnen nu en een uurtje, wat jij zei, 10:30, 11:00, dan moet het een beetje droog gaan worden. Wat me wel opvalt de afgelopen jaren, ik heb hier al meerdere keren deze mooie jaarmarkt mogen openen, vandaag voor de 7e keer de jaarmarkt, is dat het wel Wim blijkt of dat wij steeds verder naar achteren komen te staan. We begonnen hier midden op de straat, vervolgens gingen we een beetje die kant op richting de ronde en nu staan we hier op het plein. Ik hoop niet dat dat voortekenen zijn voor volgend jaar als de verkiezingen er weer zijn, dat het steeds verder naar achteren mocht, maar goed, dat maakt niet uit. Nee, we maken er met z'n allen, en Wim zei het al, Borgvliet heeft ook een speciaal plekje bij mij in mijn hart. Ik heb hier ook 11 jaar gewoond. En het tekent dat een jaarmarkt in Borgvliet altijd de verbondenheid met de mensen zoekt. Het is niet alleen de mensen die hier staan, de bewoners van de straten, maar het is ook het nieuwe hoofdkwartier, waar nu het douchecentrum is gevestigd, waar ik hoop dat de mensen ook hier uit de straat ook gewoon een keertje gaan kijken en gaan beleven hoe dan we sociaal bezig zijn om deze buurt, deze wijk, ook weer opnieuw elan te geven. Wim en heel de organisatie, heel veel plezier vandaag. Gaat zeker lukken voor de 7e keer. En mannen van de Borgerij, wat mij betreft. Hartstikke mooi. En we gaan weer gelijk aan de draaien dan rondom de kerk. Zo, niemand gewond. Leuk spul, wil ik ook hebben. Alles goed gegaan. Geen dode gevallen.
De jaarmarkt kan ongestoord verder gaan. Ja, het is mooi dat hier in Borgvliet de fanfare Sint Cecilia uit Halsteren notabene hier komt spelen. En eigenlijk de openingstune gaat verrichten. We zijn benieuwd. Het is een ouds bestaande... harmonie in Halsteren, waar zelfs mijn grootvader nog ooit bij gespeeld heeft. Zo, we zijn benieuwd wat voor fraaie geluiden we hier nog gaan horen. Harmonie Sint Cecilia uit Halsteren, hier ook een voorstelling weggeven. En de
langzaam. Dus denk ik zeer weinig wind. Maar goed, hij draait. Ja, het is een beetje jammer dat het wat regenachtig is. Je kan nou niet echt zeggen dat het regent met pijpenstelen. Nee, het is een soort mistige drizzel die neerdaalt. En ja, natuurlijk toch niet direct uitnodigt voor de mensen om zich hier nu te gaan vervoegen. Maar het is nog vroeg. Het is nog vroeg, het is nog maar 11 uur. En dit evenement, de Borgvlietse Jaarmarkt, die duurt tot vanavond een uur of 5. En je ziet dat de mensen hun spulletjes beschermen tegen het nat. Niet alle goederen die hier worden aangeboden zijn natuurlijk waterbestendig of laten we zeggen waterproof. Dus dan leg je er wat overheen. Maar sommige spullen, als die nat worden, dat zal ook niet zo erg zijn. Want als ze niet worden verkocht, dan zullen ze waarschijnlijk naar de stort gaan en daar worden verwerkt in een recyclingsprogramma tot weer van alles en nog wat. Dag Annemarie. Hallo. Ik zie dat je hier zo'n mooie hoed op hebt, maar jij zegt dat die ook te koop is. Ja, zeker. En wat moet die kosten? Een euro. Een euro? Ja. En dan heb je geen hoed meer? Ja, dat geeft niet. Ik heb er nog meer daar. Oh, nog meer? Jawel. Maar waarom zet je er niet op dat die te koop is? Nee, dat gaan we niet doen. En alleen de hoed te koop? Ja. Jij bent niet te koop, hoor. Nee, dat gaan we niet doen. Nee. Ik ben onbetaalbaar. Ja, dat geloof ik. Dus. Ja, en je weet ook niet wat je koopt, hè? Nee, daarom ook. Kat in de zak. Ik kan wel lachen, maar misschien ben ik wel een rotwijf. Dat ja, of eentje met een gat in de hand. Wel, geniet nog van de jaarmarkt vandaag. Dankjewel. Ja, en het is ondertussen 10:30 geworden. De regen, de drizzelregen, want echte regen kon je niet noemen, is opgehouden en de lucht wordt wat lichter, de wolken trekken wat weg. En ik heb zo het idee dat we straks een hele droge middag gaan krijgen en dat het alsnog helemaal goed komt met de Borgvlietse Jaarmarkt.